We zijn hier in het Vondelpark. En het is nu de tijd dat de ruige dwergvleermuis zo'n beetje begint te ontwaken uit zijn winterslaap. En als je goed luistert, kun je... Wat een prachtige woning, zeg. En wat een heerlijk balkon. Ik ben Dr. Mokum en dit is Vlamsterdam. In 10 afleveringen neem ik jullie mee langs de mooiste verhalen en de lopende issues in onze dierbare hoofdstad. Vandaag, wat is dat voor gedonder in het Vondelpark? Ik zoek het uit. Het Vondelpark, het bekendste park van Amsterdam. Jaarlijks bezocht door meer dan 10 miljoen mensen. Meer lui per vierkante meter dan in Central Park. Ja, en dat botst dus soms. Dus dat heb ik eens even voor jullie gescrutineerd, beste kijkers. En hier zijn mijn bevindingen. Aan het eind een conclusie, maar niet de conclusie die je verwacht. Zou je altijd zien, hè? De jeugd leeft er lekker op los, totdat ze oud zijn. En gaan zitten zeuren op de jeugd die er lekker op los leeft. Hier, moet je zien hoe dit erbij hangt. Dit zijn twee jongeren die laatst werden geïnterviewd door Michelle Willems van de Telegraaf. We worden nu geïnterviewd door Michelle Willems in het Vondelpark. Ja, Yusuf. Wie is dat? Dat is een vriend van ons. Oh. Ja, we worden nu geïnterviewd. Je zit nu midden in een ik interview. Ik zit nu midden in een interview. Dus ik weet niet wat hier... Ja, we zijn over 10 minuten zijn we bij jou. Dit was de dag na zijn uit de hand gelopen coronafeestje. De jonge lui kwamen allemaal checken over wat te doen was. En ondertussen, de oude lui natuurlijk. Ja, dat heb ik wel gezien, ja. Ah, zo'n lekkere oude chagrijn. Goed gevonden, Michelle. En, wat vond hij ervan? Ja, wat moet ik er nou van vinden? Het is zeer een inslag. Het is toch helemaal tegenwoordig als je de boel slopen? Zo'n echte ouderwetse passief-agressieve mopperpot. En, vond hij het terecht dat het park daarna op slot werd gegooid? Ja, zeer terecht. Ze hadden het veel eerder moeten doen. Ja. Ze wisten dat ze druk zou worden. Het was van de week al druk. Ja. En dan komen ze allemaal met een naneuk. Met de wat? Met een naneuk. Ik moet zeggen, ik wist niet dat ze zulke goede interviews hadden bij de Telegraaf. Maar het was niet alleen toen. Na elke dag dat het warmer is dan 20 graden, ziet het Vondelpark er zo uit. En elke volgende morgen komen de karretjes van de gemeentereinigingsdienst weer. Maar gelukkig heeft deze nuchtere kerel raad. Begrijpelijk dat je er naar buiten wil met dit weer. Maar laat het dan niet zo achternemen, lekker mee naar huis. Of zet het bij een container. En dan ben je voor de rest niemand tot last. Precies, gewoon wat je pa en ma ook altijd al zeiden. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Nou ja, wel dus. En die rommel en die geluidsoverlast, dat is nog niet alles. Want de jongeren en de ouderen zijn niet de enige gebruikers van het park. Iedereen wil er wel eens even een beetje uit. Dus rustzoekers ergeren zich aan moeders die niet op een kind of een hond letten omdat ze de hele tijd op hun telefoontje zitten. Moeders met kinderen ergeren zich aan sporters die het pierenbadje bezet houden. Sporters ergeren zich aan mensen zoals ik, die zich gewoon lopen te filmen. Maar kotsende alcoholisten doen dat dan weer niet. Heel gek. En zij ook niet. In het Vondelpark, dat is gewoon van mij. Dr. Mokum. Allerlei verschillende gebruikersgroepen op dat ene lapje groen midden in de stad. Zo was het natuurlijk niet altijd. Toen het park werd aangelegd, lag het helemaal niet midden in de stad. Zo zag Amsterdam eruit in 1850. Dat is 3,5 Dr. Mokums geleden. De stad had er bijna 200 jaar lang ongeveer zo uitgezien, maar nu groeide de bevolking opeens explosief. Die mensen hadden ruimte nodig. Waar kon je even lekker rustig wandelen? De plantage? Ja, dat was 2 eeuwen lang echt een plantage, maar die werd nu bebouwd. De grachten? Die stonken zo erg dat er in het buitenland over geschreven werd. Heel even was de stadswal een optie. Toen die werd afgebroken, leek de kans aanwezig voor een lang park langs de huidige Marnixstraat en Weteringschans. Maar dat werd ook allemaal in een noodtempo bebouwd. De Marnix- en Weteringplantsoenen zijn de eenzame overgebleven getuigen. In Haarlem was het wel gelukt. Daar werden de noordelijke bolwerken een mooi wandelgebied. En in Utrecht bakten ze nog bruiner. Daar hebben ze bijna de halve stadswal tot park getransformeerd. En Amersfoort deed ook zijn best, maar niks van dit al in het volgebouwde Amsterdam. Niks. Je kunt het zelf zien. Kijk maar op de kaart. Binnen de Singelgracht had je alleen dit magere postzegeltje. Amsterdam liep echt vet achter in groenvoorziening op de steden eromheen. Deze stad moest een park. Maar de gemeente had geen rode cent. Dus een groepje beurshandelaren en bankiers startte een crowdfundingactie om een lap grond net buiten de Singelgracht aan te kopen voor een nieuw park.
Ze lieten een circulaire rondgaan, een flyertje, waarin stond dat ze Den Heer Zogger hadden gestrikt voor de vormgeving van het park. Ah, Zogger. Zogger was beroemd. Ridder in de Orde van Oranje Nassau, hofleverancier van parken en buitenplaatsen. De tuin van Huis ten Bosch werd bijgeknipt door Zogger. Slot Zeist, het stadspark van Schiedam. En die stadswallen in Haarlem, Utrecht, Amersfoort? Zogger. De stijl van Zogger was de landschapstijl. Die was bedacht in Engeland en was nu overgewaaid naar Nederland. Waar men helemaal gallisch was geworden van al die symmetrie. Van de Renaissance en de Louis XIV tot Louis XVI en Empire stijlen. Napoleon was verslagen. Nou even niet meer dat Franse geleuter. Gesculpte bomen tegen de regels. Rechte paden. De landschapstijl was zwierig, als de natuur zelf. En je moest erdoor worden meegenomen in de natuur, niet in geometrische lijnen. Ronde vormen, slingerende paden, mooie doorkijkjes, opvallende bomen op opvallende plekken. Maar wel allemaal strak, hè? Het moest natuurlijk geen oerwoud worden. Beheerste natuur. Alles was gepland en ontworpen, keurig aangeharkt en vredig. Waterkanten werden zorgvuldig ontdaan van riet en haagjes, zodat de strakke ronde vorm die je ziet als je er langs loopt, niet vertroebeld wordt. En zo moest het nieuwe Amsterdamse stadspark ook worden. De meeste mensen waren enthousiast. Maar je hebt altijd wel wat mekkeraars. Zoals de heer of mevrouw J. in het Algemeen Handelsblad in 1864. Het uitgekozen land is een moeras waar je 9 maanden van het jaar tot je enkels in wegzakt. Je zal telkens weer die opgewaarde bomen moeten opzetten. Het lijkt ook wel de Noord-Zuidlijn, hè? Of een Olympische Spelen. En iedereen maar weer met zijn meninkje. Hier, zelfde krant, week later. Zelfde J waarschijnlijk. Vette troll die J. Zogger gaat het terrein verhogen tot 1 meter boven het hoogwaterpeil. Zal er niet volgend jaar weer een ophoging zijn? En nog verder, tot in de eeuwigheid? En wie gaat dat betalen? Stond terecht. Wie gaat dat allemaal betalen? Wie gaat dat betalen? Dat zingt de hele tent. Kom hem naar halen. Met deze toffe tent. Aanvankelijk waren de fondsen geen probleem. De oprichters hadden namelijk nog wat meer grond gekocht. En met de opbrengst daarvan financierden ze de aanleg van het park. Maar die grond moest wel een beetje aanzien hebben. Anders kon je er niks aan verdienen. Dus bij de veiling werd bedongen dat er geen arbeiderswoningen of fabrieken omheen zouden komen te staan. Zo kreeg je een buurt van stand. En bij een buurt van stand hoort... een standbeeld. In het begin was dit het nieuwe park. Of het nieuwe park bij het Leidse Barsje. Maar dit werd al snel het rij- en wandelpark. Omdat ze wilden er graag rijden en wandelen. Niet fietsen. Mocht niet fietsen. Rijden in je koets. Maar toen werd het hele land gek van vaderlandsliefde. En moesten er opeens standbeelden overal neergepleurd worden. Het eerste standbeeld kwam op Rembrandtsplein. Het tweede standbeeld hier. Zelfde beeldhouwer. Rooiers. Een Belg. Joost van den Wondel. Te Keulen. Uit Antwerpse ouders. Dat klinkt vies. Uit Antwerpse ouders geboren. Dat is ook een beetje grafische. Moet je kijken. Met onthoofde koppen in armen. Nou ja, dat vonden ze dus toen mooi. De eerste versie van het Vondelpark liep tot het kinderpadje. Die hele lus aan de westzijde is er in 1877 door de zoon van Zogger bijbedacht. En daarvoor moesten de oprichters natuurlijk opnieuw beurzen doen openen. En hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Die gaat op betalen! Paperselen verkopen aan rijke lui. Kassa! En zo is de PC Hoofdstraat ontstaan. Dit is trouwens de jubileumbank van het Vondelpark. En hierin worden geëerd de oprichters van het park. Moet je kijken. Daar staan ze. Van Egen. Vandaar heb je ook de Van Egenstraat en de Van Egenlaan natuurlijk. En hier. Huh? Wat zijn dat nou voor runetekens? Wat is dit nou voor een Etruskisch? Hier, moet je kijken. Helemaal weg. Het Vondelpark was af. Het werd een oase voor de rijke lui en eromheen ontstond die deftige, rustige buurt die de oprichters voor ogen hadden. 'S Avonds werd het park altijd afgesloten. Daarom staan er überhaupt hekken omheen. En die hekken die zijn veel strenger aan de noordzijde dan aan de zuidzijde. Want dat rapalje uit west wilde je niet in je mooie park. Zoals die gasten van hier. Dit was de HBS. En de kindertjes die hier op school zaten, die werden gewoon uit het Vondelpark geweerd. Zo heb je bijvoorbeeld het verhaal van ene Dan van Golberdingen. Die zat dan met zijn vriendjes in de pauze, slenterde die rond. Tussen het Rosarium, het Kattenlaantje en de Amstelveenseweg. En...
om die perkjes stonden ijzeren hekjes heen, want daar mocht je niet op. En hij en zijn vriendjes moesten natuurlijk even. En de Wouter kwamen gewoon naar school, hè. Van Gorbedingen en zijn vriendjes zaten rustig in de klas te chillen. En die Wouter plukte die gasten zo uit de klas en brachten ze mee naar het politiebureau. En dat is daar de hoek om. En dan had je natuurlijk nog de parkwachters. Zoals deze vieren Oud-Oost-Indië-strijder die in zijn vieren Oud-Oost-Indië-uniform het park bestierde. Haantje Pik. Ze zeiden dat hij door het park sloop om je met een pikhaak aan de haak te slaan. Als je een keertje over het gras had gelopen. Ja, nou lach je niet meer, hè. Wees blij dat ze die niet meer hebben. Kijk, hier woonde Haantje Pik. En van hieruit had hij een perfecte zichtlijn op de Platanenlaan. De noordelijke hoofdweg waar voorbij dat arbeiderskroos Zuidwest zich niet mocht wagen. En aan het eind van die laan stond het politiebureau. Dus terwijl je vanuit Zuid op allerlei protserige manieren werd uitgenodigd om het park te betreden, waren de enige ingangen deze kant het kattenlaantje naast de woning van de parkwachter en die bij het politiebureau. De deftige lui hadden het park in een lockdown. Maar het kan nog veel erger, hoor. In mei 1940 werd alles wat je kent opeens ingepikt door de Duitsers. Dit hier, hoofdkwartier. Dat daar, dat staat er alleen nog maar omdat de Duitsers hier zaten. De bomen in die wijken hieromheen zijn in de hongerwinter opgestookt. Het Vondelpark is van de moffen gered door de moffen. Dr. Malta! Gasten zijn er gelukkig uitgeschopt. En toen kon de gemeente eindelijk hun plan afmaken om door middel van deze Vondelbrug de Van Baarlestraat met West te verbinden. En daar is deze lelijke onderdoorgang bij gekomen. Treurige aangelegenheid. Het ziet er toch niet uit, maar ze hebben wel een beetje hun best gedaan. Vlag op een modderschuit. Ze zijn op onder de duivenscheid. Is toch geen pan? Ik ben gemaakt door Hildo Krop. Ik ben een karakter uit het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel van Joost van den Vondel. Ondertussen raakte het geld van de vereniging die het park bezat op. Ze konden het niet meer onderhouden. En alleen een grootschalige renovatie zou het park er weer bovenop kunnen krijgen. Die stomme trol uit de krant van 90 jaar ervoor kreeg alsnog gelijk. En wie kon er voorop draaien? Wie gaat dat betalen? In 1953 verkocht de vereniging het park aan de stad Amsterdam voor 1 gulden. Zou de gemeente het kunnen? Het begon lollig. Vroeger aan de rand van de stad, maar nu midden in Amsterdam, ligt het Vondelpark. 100 jaar bestaat het park. En om dat te vieren zijn bij de speelweide een aantal moderne constructies en plastieken opgesteld die beogen het wandelend publiek en de kinderen in contact te brengen met de allernieuwste kunst. De vrolijk geverfde boomstam van Karel Appel brengt ook een feestelijke noot in het park dat pas aan zijn voorjaarskleuren begint. Voor dezelfde tentoonstelling is ook dit beeld gemaakt door Picasso. Ik geef jullie 3 seconden om te raden hoe het heet. Het heet Vogel. Ja, nou snap ik het ook. Dit zijn natuurlijk gewoon poten. Nooit gezien, hè? En de graffiti eroverheen. Gewoon, dat ding is miljoenen waard, jongens. Naast Vogel is dit het enige kunstwerk wat je nog terug kan vinden van de verjaarstentoonstelling uit 1965. Cascade van Shamai Haber. En er zit hier dus een fundering onder, hè. Er zitten hier 50 heipalen in de grond, zodat jullie lekker van de geklaten kunnen genieten. Sommige bomen hebben hier zelfs een fundering. Die trol uit de krant die had gewoon gelijk, hè. Het Vondelpark is aangelegd op een moeras. Inmiddels is het 2 meter gezakt. Een maand na de beeldententoonstelling van 1965 sloeg de vlam in de pan. Op het Spui werd de eerste happening van Provo gehouden. Een beweging die zich afzette tegen de gevestigde orde. Het was afgelopen met dat truttige gedoe. Een Amsterdammer, genaamd Robert Jasper Grootveld, had een visioen gekregen. In het water van de Herengracht zag hij de zon schitteren. En daarboven zag hij duizenden mensen naar de stad komen. Vooral Amerikanen. Ze streken neer in het Vondelpark. En Grootveld noemde Amsterdam het magisch centrum van de wereld. Bedankt Grootveld. Ik bedoel, leuk hoor, die jeugdcultuur. En ze hadden hier in een voormalige atoomschuilkelder nog een beatkelder ingericht. Pink Floyd heeft er nog gespeeld. Maar ja, de stickies die ze rookten maakten plaats voor heroïne. En het werd een bende. Ze gingen onder de brug slapen. Nou ja, hier, kijk maar. Ja, dat werd echt een beetje te gek. Kijk, de geest van Provo was opstand, vrijheid, vernieuwing en natuur. Hè? En dat vind je natuurlijk allemaal in het Vondelpark terug. En
En die geest is daar een beetje blijven hangen natuurlijk tussen de struiken en de bomen. En toen zijn we gaan denken over hoe het verder moest met de revolutie. En toen is de kabouterbeweging begonnen. En ook de kabouters, die hielden hun volksvergadering in het Vondelpark. Daar bij dat ronde blauwe theehuis. Nadenken met z'n allen over hoe dat ze verder moest met Amsterdam. Hoe je een groene stad kunt bouwen. En hoe mensen elkaar kunnen helpen. En hoe de stad kan worden ingedeeld in sectoren die allemaal gescheiden worden door bomen en parken. Dus eigenlijk de vermenigvuldiging van het Vondelpark. Roel is een visionair, maar visionairs worden altijd maar half begrepen. Die groene ring die kwam er niet, het volk wel. En het Vondelpark werd een toeristische attractie. Het werd de hangout van Amsterdam, met de koopgoot die de Leidse Straat werd en de funnel van toeristische uitgaansgelegenheden waar de Leidse Straat in uitmondde, werd het Vondelpark de go-to place voor mensen die nog wat wilden nafeesten. En als je ze daarop aanspreekt, dan kun je een dikke middenvinger krijgen. Dus je denkt dat het een kwestie van mentaliteit is vooral? Nou, het is veel meer. Hè. Dit is een van de issues die hier spelen. Die te maken hebben met het feit dat het gebruik van het park natuurlijk exponentieel is toegenomen. En dat de gemeente het allemaal maar een beetje laat gebeuren. Geen visie heeft over wat het park is. Is het nou een evenementenplek? Of is het een plek, is het echt een park waar mensen komen voor rust, voor groen? Voor frisse lucht, voor reflectie misschien, om elkaar te ontmoeten. Zo, hè, je ziet heel veel mensen die hier wandelen en die hele intensieve gesprekken met elkaar hebben. Fantastisch. Maar ze hebben daar geen keuze in gemaakt. Dus ze hebben geen beleid. Ze zetten de middelen niet in. Er is geen toezicht. De handhaving rijdt hier heel af en toe in een busje, in een van die witte busjes rond. Die stapt niet eens uit die auto, zit op een ding te kijken op een telefoon. Dus er is, het is eigenlijk een puinhoop. En wat vind je van de geluidsoverlast? Heb je daar ook, is daar, ja, dat buiten de perken gaan? Ja, er zijn dus zeg maar twee bronnen die echt uit de hand lopen. Het ene is daar, het openluchttheater. Daar hebben ze vergunningen verleend tot 95 decibel, de sportclubs. Al die mensen hebben tegenwoordig draagbare luidsprekers met een fors volume. Dat is af en toe gewoon klerenherrie. Dus ja, ook hier wreekt het zich enorm dat er niet een heldere visie is. Ja, volgens mij moet je helemaal niet klagen. Want ik heb hier 11 jaar gewoond aan het park. Ik heb nooit ergens last van gehad, maar echt ook nooit. Ook niet van het openluchttheater. Gewoon niet. Maar ja, ik hoor je wel eens lawaai dat ik heel gezellig, die hebben het leuk. En het park is van iedereen. Het park is vooral voor de mensen die geen tuin hebben. Dus niet een potje voetballen. Die een beetje op mooie dagen een beetje kunnen lopen. En daarbij vind ik, als je in zo'n villa woont, wat ik eens heb gewoond. Hou je bek, man. Hou je bek, man. Hou je bek, man. Het is eigenlijk een puinhoop. Hou je bek, man. En natuur. Hou je bek, man. Dr. Mokum ontwaart tegenstellingen. Die oude scheiding van het park met West werpt nog steeds vruchten af. Maar niet zoals de oprichters het hadden bedoeld. Precies tegenovergesteld. Door die strikte scheiding hebben de bewoners van de Zoggerstraat en de Overtoom, zoals van het hek, betrekkelijk weinig last. Terwijl het Oud-Zuid van Weijers de open pisschoot van het park is geworden. Wat doet de gemeente? Ik vroeg het Rocco Piers, vicevoorzitter dagelijks bestuur Oud-Zuid. Nou ja, dat is een goede vraag. Het Vondelpark is van iedereen. Van Amsterdammers, van mensen die hier omheen wonen, maar mensen uit het hele land die hier naartoe komen. En het is altijd belangrijk dat de omwonenden daar niet echt onredelijke overlast van ondervinden. Nou is binnenkort is dat pierenbadje weer in gebruik en dan komen de moeders met de kindjes. Zorgen jullie dan dat die sporters weg zijn of hebben jullie daar iets voor geregeld? Ja, het is een goede vraag. In het Vondelpark hebben we heel veel mensen willen het Vondelpark gebruiken. De ene om te recreëren, in het gras te liggen, de andere om wat te drinken, de andere komt met zijn kinderen naar het pierenbadje. Mensen willen ook sporten en op deze plek komen ook vrij veel sporters, omdat het grasveld erg geschikt is om ook te sporten. Het is goed schoon. En we zijn met sporters in gesprek en dat gaat heel goed. Om te kijken, om te zorgen dat het goed naast elkaar kan plaatsvinden. Dus dat er geen overlast voor kinderen is, want dit gedeelte is echt voor kinderen. Dat is belangrijk. Als mensen hier iets willen sporten, dan mogen de kinderen daar geen last van hebben. En anders kijken we gewoon, dan zijn er een heleboel andere plekken in het park waar je ook prima kan sporten. Er hangen hier aan de noordkant van het park hangen allemaal bordjes van versterkte muziek verboden. Is dat iets wat jullie ook echt handhaven?
Als er ergens een kapotpoort hangt, dan handhaven we in principe altijd. Alleen is natuurlijk altijd de vraag waar je je handhavers kan inzetten. Want er zijn een heleboel dingen in deze stad waar je op wil handhaven. Maar die bordjes geven wel een handvat. Dat je kan handhaven, dat is een belangrijke. Het geeft ook duidelijk aan voor mensen van echt, het is niet de bedoeling dat je hier versterkte muzikaal zet. Er komen natuurlijk ook mensen die hier voor het eerst komen en die weten dat misschien niet. Hè? En daarvoor moet je toch ook dingen gewoon aangeven. Maar die bordjes hangen niet bij iedere ingang. Dat is een goede vraag. We zijn op dit moment weer aan het kijken naar de borden bij de ingang. Want aan de ene kant wil je een park niet volhangen met borden. Ja. Aan de andere kant wil je zorgen dat de borden zeker bij de ingang duidelijk zijn. En er wordt op dit moment ook naar gekeken en er wordt een verbetering doorgevoerd. Ja. Ja, die borden die staan er inderdaad. Maar wat staat er nou op? Lol. Kut. Je mag niet barbecuen. Je mag niet trompetteren. Je mag geen versterkte muziek meenemen. Je mag misschien ook niet zo hard praten als ik nu doe. Je mag ook niet bubbelen op een surfplank. Je mag ook niet Geert Wildersen. En bij andere ingangen is het nog erger. Tja, het is ook niet te doen voor die gemeente natuurlijk. Niemand wil meer belastingen betalen, dus er zijn maar zoveel kluiten die zo'n gemeente kan besteden. En er zijn maar zoveel manieren waarop zo'n gemeente mensenmassa's kan doorsluizen. Wat een hopeloze situatie. Dat oude Vondelpark. Hoe los je dat nou op? Ik dacht, ik slaap er een nachtje over. Nacht brengt raad. Maar het liet me niet los. Ik had het zwaar. Maar er was licht aan het einde van de tunnel. In mijn droom liep ik opeens door een keurig park. Alles was netjes, alles was opgeruimd, alles was vredig. Ik kwam helemaal tot rust. Maar zijn dromen bedrog? Het is hier wel schitterend, hè? Ja, maar dokter Mokum, ja? Kijk eens omhoog. Fuck! We zijn in Rotterdam. Wat doen we nou in Rotterdam? Ja, Wim Pijbers, weet je nog? Oh ja. Wim Pijbers. We hebben een gesprek met Wim Pijbers, want die weet hoe wij met het Vondelpark om moeten gaan. Keien, nou, dat is allemaal elkaar rommelde details. En dat hoort hier allemaal niet. Het asfalt sowieso niet. 19e eeuw. Je moet alles wat hier met stad te maken heeft, moet hier uit. Want dit was precies het tegenovergestelde van een stad. Namelijk een park. Natuur. Een beheerste natuur, zoals Sogge dat zegt. Dus je moet hier het gevoel hebben alsof je zo in die halverwege 19e eeuw in de natuur wandelt. Dwaalt bijna. Maar om dat dwalen te stimuleren, zijn al die paden, die zijn nergens haaks. Dus die hebben overal een soort glooiing. Ja, glooiing, een soort bijna spontaniteit die door die perken heen gaat. En wat Sogge dan ook vaak doet, is dat je na elke bocht heb je ook een beloning. Heb je een soort wauw, krijg je iets moois. Of een hele mooie boom, of een koetshuis, of een waterpartijtje. Sogge is eigenlijk heel filmisch. En jij bent acteur en tegelijkertijd regisseur van je eigen film. Je kan je eigen weg bepalen. Ja, je bewandelt je eigen pad en daarmee maak je dus ook je eigen scènes. Je kaders, nou, hoewel die kaders zijn voor een deel ingevulde Sogge. Namelijk, als ik zo die bocht omga, dan komt er vanzelf een hele mooie een mooie gordijn opzij. Ja, exact. Zo hoort het ook in het Vondelpark. Maar dat was bedacht als een rij- en wandelpark. Ja, precies. Hier kan je toch niet met je koets. Nee, hier niet, maar een aantal van die hoofdwegen wel. Maar dit is inderdaad, dit is wandelen. Maar je ziet hier al die glooiing, hoe bijna sensueel dat is. En dit ook, dit heeft een hele, hele mooie curve. Ja. En dat is wat Sogge doet. En hier swingt het gewoon. Maar dit is gemeentepark, uiteraard, het is gemeentegrond. Alleen, wij willen naar het model wat Central Park tot grote hoogte heeft gebracht. Namelijk een beheerstichting. Die bepalen wat er gebeurt.
Die krijgen ook het geld van de gemeente om het onderhoud te doen. Die krijgen ook, als ze het goed doen, middelen uit de particuliere hoek. Dus van donateurs of filantropische stichtingen, zoals die van ons. Gewoon een aparte stichting met een directeur, met een raad van toezicht. En uiteraard heeft de gemeente daar wel zegging over. Maar het is een aparte entiteit met een eigen smoel, met een eigen look and feel, met een eigen beleid. Met ook een eigen policy, net als een schouwburg, van ja, wat wordt er geprogrammeerd in het park? En dat kunnen festivals zijn, dat kan ook de begroeiing zijn. Nou, dit park is een rijksmonument, het Vondelpark is ook een rijksmonument. Dat is mooi, want daarmee ligt dus heel veel vast. Maar goed, als je ziet dan wat de gemeentes ervan maken, op het gebied van straatmeubilair of prullenbakken of asfalt, ja, dat hoort allemaal niet in een straatmeubilair. Ik bedoel, het Rijksmuseum... wordt ook niet wit geschilderd of zo. Ik bedoel, dat is een rijksmonument, dus daar moet je netjes mee omgaan. Ja, dat is het natuurlijk. Het is een rijksmonument, dus daar moet je... Wacht, wat was het nou ook alweer? Dromen zijn zo vluchtig. Want aan de ene kant wil je een park niet volhangen met borden. Nee, wacht even. Eigenlijk moet die bewegwijzering allemaal weg. Ja. Want je moet hier 12. Gewoon weg. Ja, aan het begin van het park, dat zie je in Central Park ook... Moet je een soort nette welkomstborden bedenken, waarop een aantal heel simpel huisregels staan. Ja. Dat is vrij simpel. Nou, en vervolgens moet je daarop handhaven. Ja. Ja, dus je moet hier gastheren hebben die hier gewoon rondkuieren en mensen op verkeerd gedrag aanspreken. Alleen is natuurlijk altijd de vraag waar je handhavers kan inzetten, want er zijn een heleboel dingen in deze stad waar je op wil handhaven. Die gaat nog betalen! Dat is een goede vraag. We zijn op dit moment hier ook te kijken naar de borden naar de ingang. Veel praten, niet doen. Onderweg naar het hek van het hek kwam ik door het Vondelpark. En opeens zag ik het. Waar we tekortschieten voor het utopische panorama van Pijpers uit mijn droom. De waterkanten. De haagjes. Het riet. Het asfalt. De verschraling. Het is alsof je de nachtwacht buiten in de regen laat staan. De rommel. De verfomfaaiing. De bende. Agenebbisch. Achterstallig onderhoud. Een rijksmonument. Als de eigenaar het niet kan onderhouden, hoe kun je dat dan van de bezoekers verwachten? Wat zou Zogge hiervan denken? En hiervan? En hiervan? Nou heb ik het volgende bedacht. Als die rijke stukjes die daar wonen, nou eens lekker met hun geldje gaan samenwerken met de gemeente. Dat doet de gemeente tenslotte sowieso al met vastgoedprojecten. En dan stoppen ze vet meer geld in het onderhoud van het park. Zodat alles picobello in orde gehouden kan worden en niemand gaat zeuren. En dan gaan die bezoekers, die ruimen netjes hun rommel op. Nou, en dan zetten we gewoon meer vuilnisbakken neer. En iedereen, ja. Je bent er toch niet op tegen dat mensen gewoon een rommel uit. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar... En dan worden die vuilnisbakken betaald door die rijke stinkers. Oh, dat kan makkelijk. Goeie oplossing, toch? Geen enkel probleem. Zo gaan wij dat vinden. En misschien kunnen de rijke stinkers ook één keer per week een beetje met een bezem... Zelf eens een keertje aan de slag. En dan proberen reet te doen. Als je tijd hebt om zo te zeiken over het park en te zeuren, dan heb je ook tijd om even een bezempje te pakken. Even een bezempje pakken, mannen. Ja. Nou, dat was hem. Als je het leuk vond, like en subscribe. In de volgende Vlamsterdam gaan we het water op. Dr. Mokum zegt de mazzel.